Get ready with me om iets super, super leuks te doen. Ik moet iets vertellen. Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet gaan vertellen. Durf het eigenlijk niet te zeggen. Je gaat echt denken van... Je gaat echt boos zijn op mij, zeg maar. Je gaat echt denken van waarom doe je dit? Waarom? Oké, ik ga het vertellen. Ik heb trouwens echt een beetje haast. Dus waarschijnlijk wordt dit en een Get Ready With Me en een vlog in één. Want... ik moet gewoon heel erg opschieten. Ik durf het bijna niet te vertellen. Al helemaal niet na het Ibiza-verhaal. Ik heb natuurlijk een week geleden, denk ik nu, het Ibiza-verhaal verteld. Dus iedereen weet wat daar gebeurt. Maar. Het is inmiddels 1 jaar later. En ik ga het weer proberen. Ik ga weer naar het buitenland voor langere tijd. Ik ben me op dit moment aan het klaarmaken om naar het vliegveld te gaan. Want ik vlieg gewoon letterlijk vandaag. En ik stel het iedere keer uit om het te vertellen. Want ik dacht van... Ja, ik weet niet. Ik dacht gewoon van... Ik durf het gewoon niet zo goed te vertellen. Omdat ik weet van... Straks gaat het weer mis. En straks denken mensen van... Waarom ga je dat doen? Want het is toch al een keer misgegaan. Maar ik wil mij niet mijn hele leven gaan laten leiden door angst. Ik ga... naar Valencia. En dan denk je waarschijnlijk van... hoezo ga je dat nu doen? Zeg maar, scholen beginnen straks weer. Maar ik ga naar school... in Valencia. Ik ga... Spaans leren daar. Ja, ik ga daar gewoon wonen, zeg maar. Nog niet precies voor hoe lang. En ik heb het gewoon zo geregeld dat ik gewoon... als ik wil... ieder moment naar huis kan... en als ik ziek ben, kan ik natuurlijk gewoon naar huis. Dus er kan, zeg maar, eigenlijk niks misgaan. En dat vond ik wel belangrijk, omdat het in Ibiza natuurlijk zo verschrikkelijk uit de hand was gelopen. Ik moet eventjes weer het vertrouwen krijgen in dat niet alles mensen zijn zoals op Ibiza. En dat niet iedere keer als ik naar het buitenland ga, het zo drastisch misgaat. Maar het is nu 2 keer toe gebeurd dat ik naar het buitenland ging... En ik mega ziek ben geworden. Dus ik moet even het vertrouwen terugkrijgen dat dat niet altijd gebeurt. Ik heb er eigenlijk echt heel erg veel zin in. Ik vind het wel heel erg spannend. Want misschien krijg ik heimwee, misschien... Ik weet het niet. Maar ja, ik heb mijn koffer ligt hier achter. Ik zou zo meteen even filmen. Helemaal al ingepakt. En ik vlieg om 3 uur vandaag. Volgens mij 5:30 of zo. Aan in Valencia. En dan gaat mijn avontuur beginnen. Het is ook echt al 1 jaar geleden dat ik naar school ben geweest. Dus ik moet helemaal een schooltas kopen. En schoolspullen. En ik ben gewoon zo excited. Ik ga gewoon met internationale mensen naar school. Gewoon, ik ben zo benieuwd naar alle mensen die ik ga tegenkomen. En naar mij ook als persoon. Ik weet niet of je snapt wat ik bedoel. Maar zeg maar, je verandert altijd toch een beetje als je überhaupt als je op vakantie gaat of zo. Ik ben echt van plan om compleet een andere persoon te worden. Ik heb nog maar 4 minuten om te filmen. En ik moet ook echt opschieten, want ik wil mijn haar nog voor in het vliegtuig. Zodat ik er mooi uitzie als ik aankom. Ik weet niet, zeg maar, hoe het allemaal gaat zijn. Maar ik ga het absoluut allemaal vloggen. Ik ga proberen om 2 keer per week op YouTube te posten. Dus op de zondag en op de woensdag. Maar sowieso dus... altijd op de zondag om 5 uur komt er een nieuwe YouTube-video online. God, ik moet wel opschieten. Mascara opdoen of niet? Noor gaat mij helemaal naar Schiphol brengen. En het is dus echt zo bizar. Maar papa, dus mijn vader, die heb ik echt al 2 maanden niet gezien. Want hij is al 2 maanden lang in Egypte. Hij heeft dus letterlijk vandaag, op dezelfde dag als mij, een ticket geboekt. Maar dan terug naar Nederland. Dus zeg maar zo, ik vlieg om 3 uur. Dus ik moet om 1 uur op Schiphol zijn. En mijn vader komt om 11:30 op Schiphol aan. Dus we kunnen elkaar nog net zien. Dus we gaan zo meteen iets eerder naar Schiphol toe. En dan gaan we eventjes nog met elkaar lunchen. Ik ben echt blij dat ik hem nog eventjes kan zien. Want anders zie ik hem straks echt mega lang niet. Want ik ga natuurlijk ook weg. Het is zeg maar niet heel raar voor ons om elkaar lange tijd niet te zien. Want papa ging vroeger ook echt altijd heel vaak lange tijd naar Egypte. Dus ik ben het zeg maar wel gewend. Maar ik vind het wel gewoon leuk om elkaar dan nog heel eventjes te zien. Deze nieuwe poeder gekregen van YSL. Als bronzer, kijk. Het is gewoon heel fijn om daar eventjes alles mee te zetten. Noor gaat sowieso zeggen dat ik wel mascara op moet doen. Maar ik heb zo geen zin om mascara. Morphe lip liner in de kleur Bite Me. Lipbalsem van The Ordinary eroverheen. Parfum van Parfumado. Mijn kortingscode is nog steeds geldig.
Wat is mijn kortingscode ook weer? Selma 50 in hoofdletters. Op de Parfumado site krijg je 50% korting. Kortjes zijn opgeladen. Ik heb mijn powerbank opgeladen. Armbanden was ik ook bijna vergeten. Deze is van My Jewelry en deze is van Swarovski. Ik dacht de laatste tijd echt zo weinig make-up. Maar ik heb soms echt gewoon hele dagen dat ik geen make-up meer draag. En ik ben zo trots op mezelf. Naar Valencia te gaan. Ik heb zin om papa te zien. Het is gewoon een heerlijke dag vandaag. En ik heb ook heel veel zin om met Noor lekker in de auto te zitten. En ons lekker onze eigen muziek te draaien. Nou, beter dan dit gaat het denk ik even niet worden vandaag. Ik denk dat ik je meeneem naar Valencia en dat ik daar dan een vlog afsluit. Dus stay tuned! We gaan zo richting Schiphol. Nou, ik ben net door de security heen gekomen. Ik heb Noor en papa uitgezwaaid. Het is helemaal echt aan het worden. Ik heb mijn haar... Heb ik dit trouwens gefilmd? Nee. Mijn haar in sokken gedaan. Want blijkbaar kan je dan een hele mooie blow-out krijgen. Dus ik ga dit in het vliegtuig pas uithalen. Het zit echt wel inzet van morgen 10 uur. De tutorial heb ik op TikTok gezet. Dus als je die wil zien, kan je die daar kijken. Zou ik die ook in YouTube Short zetten? Rare pleisters hebben. Ben ik nu al naar de verkeerde gate gelopen? C, moet die kant op. Oké, ik zit inmiddels in het vliegtuig en we gaan zo opstijgen. Ik heb een beetje gespannen. Ik heb letterlijk net... Even kijken hoor. Het is 3:08. We zijn al aan het rijden in het vliegtuig en ik heb net nog een video geplaatst. Ik ben zo blij dat hij net nog is geplaatst. Hij ging echt zo 94%, 95%, 96% en ik dacht, oh mijn god, ik moet zo meteen mijn mobiel op vliegtuigstand zetten. En uiteindelijk is het dus nog gelukt. Maar ik ben echt helemaal gelukkig. En ja, we gaan even opstijgen. Kijk, er gaat al een vliegtuig. Ik weet niet of je dat kan zien.